Je moet je voorstellen, als jij een Nederlander bent, dat je ooit gaat zeggen, vroeger was ik een Nederlander. Vroeger was ik een Italiaan, die was dat je kijkt. Vroeger was ik een Italiaan, die was dat je kijkt. Hey, we zijn live in Kunstgrot, Francis Slim. Vroeger was ik een Italiaan, maar nu ben ik Nederlands. Of ben ik een Curaçaoenaar? Ik ben wel op Curaçao geboren, met een Nederlandse paspoort. Vroeger woonden op Curaçao Indianen. Voor Christus. Als je dingen wil weten over Curaçao, zoek, dan ga je weten. Dan begrijp je de mensen ook beter. Curaçao werd in 1499 ontdekt. Op dat moment woonden er ongeveer 2000 Caiquetillos op het eiland. En mijn Caiquetillos dan? Er waren al 2000 Caiquetillos daar, maar die Alonso de Ojeda heeft het eiland ontdekt. De Caiquetillos, als ik goed begrijp in deze zin, die 2000 Caiquetillos waren in de deel. Oké, volgende hoofdstuk. De volgende hoofdstuk heet West-Indische Compagnie. Hey, West-Indische Compagnie komt binnen vanuit Nederland. Binnen, overnemen, want ze hadden een plek nodig voor iets. Ik moet beter gaan lezen waarvoor. Op Curaçao, hè. Ik meen, dus alles gebeurt op de toneel, op de planken van Curaçao. Ja? Net als alle feesten houdt de West-Indische Compagnie feest ook op een gegeven moment op. Na het faillissement van West-Indische Compagnie werd Curaçao een echte Nederlandse kolonie. Deel van het koninkrijk. Daar komt de Antilliaan aan! Wat weet je daarvan? Na de Arawakken kwamen de Spanjaarden, Isla de los Inútiles, onze nieuwe naam. Na de Spanjaarden kwamen de Nederlanders. Met de Nederlanders kwam de slavenhandel. Op de traficación de Afrikanen, die waren los lucas. Na de Afrikanen, Engelse piraten. Iedereen, handen omhoog. Dit is een overval, wij zijn weer van Nederland. Samen met de andere eilanden krijgen wij de naam Antilliaan. Kom op voor jezelf, man. De Gavaps, 1954, politieke autonomie. Bam. Met de komst van de olieraffinaderij, tanto wel waard, maar ongelijk verdiend. 30 mei, Curaçao in vuur en vlam. Arbeidersopstand. Tien, tien, tien. We zijn geen Antillianen meer. Doe maar gewoon Curaçao naar. Alle vier van. Als je drijfhout ziet en je weet niet waar je vandaan komt, dan kan je niet begrijpen waarom hij zo'n soort hout is. Het is een andere soort hout. Want zijn verleden was de water, de streamen, de schuren aan de zee, de al die dingen. Daarom is hij een drijfhout vandaag. En als je wil begrijpen wie ik ben, dan moet je kijken waar ik vandaan ben gekomen.